Om dit effect te maken heb ik twee foto's gekocht op iStock. Dat is namelijk deze foto en dat is deze foto. Als je dezelfde foto's wil gebruiken kun je dit nummer overnemen en kun je ze invullen op iStock. Je kunt natuurlijk ook prima je eigen foto's gebruiken of andere foto's die je op internet vindt. Dat is helemaal prima. Ik ga je laten zien hoe je dit effect maakt. Dus laten we beginnen. Ik heb de foto even voorbereid, dat wil zeggen de achtergrond wit gemaakt. En het algeheel een beetje lichter gemaakt. Ik heb dat met twee laagjes gedaan. Ik leg het niet helemaal uit, omdat ik ervan uitga dat je wel weet hoe dat werkt. Of het nog van een andere video van mij gaat leren. In ieder geval, ik heb dus één laagje om de gehele belichting wat lichter te maken. En één laagje om de achtergrond echt wit te maken met een maskertje, zeg maar. Oké, okay, dus dat doe ik vooral eventjes omdat je dan makkelijker de appel kunt gaan uitknippen. Even op een nieuwe laag kunt gaan zetten. Als eerste stap daarvoor druk ik even op Ctrl-Shift-Alt-E. Eh, op de Mac is dat natuurlijk in plaats van Ctrl doe je Command. Dus Command-Alt-Shift-E. Dan maakt hij een nieuwe laag van alles wat zichtbaar is. En die zet hij bovenaan. En daaruit kunnen we eventjes de appel gaan knippen. Dus ik pak de lasso. En ik ga er gewoon even heel grofweg zo omheen. Het is een witte achtergrond, dus dat gaat helemaal prima. En dan druk ik nu op Ctrl J, Command J op de Mac. En zoals je ziet is die appel nu los. En dan ga ik natuurlijk ook eventjes bij die achtergrond, even gewoon met een penseeltje, een witte penseel, over die appel heen schilderen, zodat je dus eigenlijk twee lagen hebt: eentje waarbij het gezicht van deze mevrouw is, en eentje waarbij de appel is. Dat doe ik omdat ik een uitsnede ga maken en daarbij wil ik de hand een beetje gaan verplaatsen. Dus dat doe ik alvast eventjes. Het is nog niet definitief, maar ongeveer hier ga ik hem plaatsen. Nou, hier. En dan ga ik meteen met de crop tool ga ik een uitsnede maken. Dus ik zorg even dat hij op een vierkantje staat. Dat vind ik mooier voor deze compositie. En ik ga hem zo. Even mooier positioneren, dan wordt het iets gezelliger, vind ik. Je roept misschien nu maar uitsnijden moet je toch pas later doen. Daar heb je helemaal gelijk in, mits je een versie van Photoshop CS5 of eerder hebt. Uh, want vanaf CS6 heb je hier zo het, de functie Delete Cropped Pixels als een vinkje die normaal gesproken aanstaat. Die kun je dan uitzetten. En uh, dat wil zeggen dat je dan uh, dat alles wat er omheen zit, dat hij dat bewaart qua pixels en zo. Dus als ik nu met deze hand ga schuiven, dan zie je dat er pixels er gewoon nog bij zijn. Normaal gesproken gooit hij dat dus weg. En daarom zeg ik dus ook altijd, als je een versie hebt, CS5 of eerder, dan uh, moet je het kroppen pas aan het eind doen. Maar vanaf CS6 kun je dat dus gewoon vooraf doen. En dan weet je gewoon in welke contouren je moet werken, zeg maar. Oké, okay, dus dat is de eerste stap. De tweede stap is uh, de tijger erbij gaan halen, dus we gaan eventjes naar de foto van de tijger. Die zie je hier in verschillende tapjes staan, dat ken je wel. Als je hier klikt en sleept, dan kun je hem ook even loshalen. En dan pak ik weer de lasso en dan ga ik grofweg even de back van de tijger selecteren. Zo, want ik heb niet heel de tijger nodig natuurlijk. En dan druk ik nu Ctrl in, command op de Mac, en ik sleep hem naar die foto. Ik zet deze meteen even uit door op het kruisje te klikken, want die heb ik niet meer nodig. En ik maak meteen even een masker ervoor aan. Want daarin kan ik dus even grofweg alvast wat weg gaan halen. Maar eerst ga ik hem even spiegelen. Daarvoor druk ik op Ctrl-T. Dan krijg je dit transformatiekader. Dan kun je, daarin kun je rechts klikken. En daar staat Flip Horizontal. Dus horizontaal omdraaien. En nu kan ik de tijger. Even op de goede plek gaan zetten. Dat is nog handiger als je eventjes de dekking aanpast. Dan kan ik ongeveer uit gaan meten van nou hier moet die komen te staan. Ik kijk vooral eventjes naar de, het randje van de appel. Dat die gelijk komt met het randje van eh, de mond, zeg maar. Een beetje de bovenkant. Dat die lijn zo meteen heel mooi gaat overlopen. En dan pak ik het middelpunt hier zo van het transformatiekader. Misschien heb je daar nog nooit wat mee gedaan, dus ik zal het even uitleggen. Die kun je oppakken en kun je daar op de plek loslaten waar je wil dat de foto, of waar je ziet dat de foto al goed is. Want dan kun je vanaf dat punt, als je dan gaat ronddraaien, gaat hij vanaf dat punt uh, de foto ronddraaien zeg maar. Snap je wat ik bedoel. Anyway, nog duidelijker als je Shift indrukt en Alt indrukt. Shift om de verhoudingen te behouden en Alt indrukken om Vanaf dat punt te schalen. Normaal is dat dus vanuit het midden, maar nu is dat dus vanaf het punt waar je dat uh, neer hebt gezet. Dat is natuurlijk super handig, zeker bij zoiets, want dan kun je gewoon hem eventjes uh, rond dat punt draaien. Even kijken, dit moet er uh, nog een beetje verplaatst worden. Zo, want ik wil echt dat hij mooi met die rand mee gaat lopen van de appel. Zo, misschien moet ik hem nog een stukje draaien. Uh, Zoiets. ik Hier nog eventjes kijken of het hier goed staat. Stel dat dat zo. Ja, dat lijkt me helemaal goed. Oké, okay, dan ga ik de dekking weer verhogen en dan druk ik op enter. Uh, nog een keer op enter. De eerste keer enter is om de dekking toe te passen, zeg maar. En de tweede keer om het transformatiekader weer op te heffen of te zeggen dat je hem zo wil hebben zoals die staat. En nu kan ik dus in het masker gaan werken. Dat doe ik met een penseel en ik zal dit eventjes door gaan spoelen, maar eerst zal ik je even uitleggen wat ik ga doen, wat je zo meteen gaat zien. Want het duurt iets langer zeg maar, het is een beetje een precies werkje, dus dan hoef je niet helemaal mee te kijken, dan kun je gewoon even de versnelde versie zien. Maar wat ik dus ga doen is de rechterkant een beetje met een, een zachter penseel wegvagen, zodat het mooi overloopt met de appel. En de linkerkant ga ik uh, wat preciezer uitsnijden met een harder penseel. Het penseel kun je natuurlijk aanpassen door rechts te klikken en dan de hardheid aan te passen. 100% is dat hij heel hard is. En 0% is natuurlijk dat hij zacht is. Zeg maar hier zo: dit is de zachte, dit is de harde. Je ziet het vanzelf als je ermee werkt. Oké, okay, daar gaat hij. Oké, okay, nu dat uh, gebeurd is, zie ik dat ik eigenlijk de tijger nog een beetje wil verplaatsen. Ik kan gewoon weer met Ctrl-T. Ik zet dit punt weer eventjes uh, daar neer. En ik wil hem eigenlijk dat hij iets meer gaat uitsteken zo. Yes. Dan heb je een soort van kind erbij, zeg maar. Dat vind ik wel leuk. Oké, okay, nu ik dit gedaan heb, wil ik het masker nog een beetje perfectioneren. Dat doe ik vooral eventjes met een zacht penseel. Je ziet dat ik hier zo een uh, harde rand heb gemaakt. Want ik ga dit nu een beetje uh, terugbrengen met een zachter penseel. Daarvoor maak ik hem groter. Zet hem dus zacht. En dan zo. Want dan heb je toch een beetje dat harde randje en toch mooi een overgang. En dan kan ik dit nu weer een beetje terugbrengen. En dan ziet dat er gewoon wat, uh, wat beter uit. Ik ga hiervan nog wat uh, meer verwijderen. Zo misschien dit ook nog wel eigenlijk ver verwijderen hier die neus in ieder geval weg zo oké okay, en dan heb ik hem zoals ik hem wil hebben nu ga ik natuurlijk de achtergrond van de appel nog eventjes verwijderen dat doe ik eventjes door op de appellaag te gaan staan en dan klik ik op het masker en dan kan ik dus hier zo eventjes dit stuk wegvegen want dat hebben we natuurlijk helemaal niet meer nodig nu en anders ziet het er een beetje raar uit en nu heb je het effect eigenlijk al bereikt. Nu is het al best wel goed. Maar ik wil je nog één ding laten zien. Namelijk hoe kun je die appel nou rood maken. Je zag in mijn voorbeeld uh, dat ik dus een rode appel had. En hij is natuurlijk groen. Hoe kun je hem nou mooi uh, rood gaan maken? Ga ik je ook laten zien. Daarvoor ga ik eerst eventjes de appel selecteren. Daarvoor ga ik naar, uh, natuurlijk naar de appellaag. En dan klik ik de snelle selectie gereedschap aan. Of het snelle selectie gereedschap. En Klik ik en sleep ik gewoon. Nou, dat gaat natuurlijk heel snel met zo'n uh, perfecte appel. Het steeltje haal ik er even af. En hier is nog een klein stukje wat ik toevoeg. Stukjes die ik weer even weghaal die ik niet nodig heb. En dan dit gedeelte moet natuurlijk ook niet rood worden. Die achtergrond, daar ga ik zo meteen eventjes wat aan doen. In een masker. Oké. Okay. Nu ik de appel heb geselecteerd, kan ik gewoon een aanpassingslaag gaan aanmaken. Dat doe ik natuurlijk door op dit rondje te klikken. En dan zie je daar de Hue en Saturation, dus de kleurtoon en verzadiging. En dan maakt hij dus al een masker aan met de, appel die, met de vorm van de appel die ik geselecteerd heb. Hier kan ik natuurlijk op Colorize klikken. Nou, dan ben je al een heel eind. Dan kun je gewoon de appel een heel stuk roder maken. Alleen ik wil één dingetje doen. Ik wil na namelijk een donkerrode appel maken. Ik heb de verzadiging omhoog gezet. Maar dan wil ik dus de, de lichtheid ook nog terugbrengen. En dan zie je twee dingen gebeuren. Eén, hier de achtergrond die wordt ook rood. Plus die mooie reflectie verdwijnt. En dat wil je natuurlijk niet. Dus die gaan we ook zo even terugbrengen. Ik uh, kijk nog eventjes naar de instellingen. Hoe ik het precies wil hebben. Dit vond ik een uh, algemene mooie kleur voor de appel. En dan sluit ik eventjes het uh, venstertje door daar te klikken. Als eerste zal ik eventjes deze aanpakken. Dus daarvoor neem ik natuurlijk een penseel, een zwarte. Om dan dit weer te verwijderen in het masker van de aanpassingslaag. Zo, dat is stap 1. En nu wil ik die reflectie weer terugbrengen. Dat doe ik door uh, hem te selecteren via de kanalen. Daarvoor moet ik eerst eventjes die aanpassingslaag weer uitzetten dan ga ik naar channels, dus kanalen hier naast de layers, naast het lagenpalet, en daar zie je alle verschillende kanalen. dit is uh, de bovenste is gewoon alle drie de, de rood, groen, blauw bij elkaar gevoegd, en dan heb je natuurlijk de losse rood, de losse groen en de losse blauw. nou als je die dus los van elkaar aanklikt, dan zie je dat eigenlijk alleen in de blauw die reflectie heel mooi eruit komt. dus die laag kopieer ik. Maak ik dus, of uh, laag zeg ik, het is dus eigenlijk een kanaal. Die, dat kanaal kopieer ik en daar ga ik eventjes een gedeelte uitfilteren. Om te beginnen selecteer, selecteer ik eventjes, uh, oh dat gaat niet helemaal goed. Selecteer ik eerst eventjes gewoon de reflectie grof weg. Dan druk ik op Ctrl-Shift-I om de selectie om te keren. En dan kan ik dat vullen met zwart. Zo. Nu kan ik met Ctrl L kan ik dus aangeven dat dit gedeelte gewoon zwart moet en dat de rest een stukje lichter moet gaan worden. Eigenlijk wat je nu kunt gaan doen is gewoon hier op het plaatje van het kanaal klikken met Ctrl ingedrukt. Dan maakt hij dus een selectie van het witte. Dus alles wat wit is, wordt geselecteerd. En aangezien dit natuurlijk een beetje verloopt van, van zwart naar grijs naar iets lichter grijs is, selecteert hij dus dingen half transparant en dan ziet het er een beetje raar uit, maar in ieder geval dit is dus een hele mooie selectie, precies waarvoor ik hem nodig heb. Ik klik weer eventjes op de eh, bovenste RGB-kanaal om alles uit te zetten wat ik niet nodig heb en alles aan te zetten wat ik wel nodig heb. Dan ga ik weer naar de lagen en nu maak ik een, een nieuwe laag aan met die selectie nog actief, ga ik die selectie vullen met wit, gewoon door op Ctrl Backspace te drukken. Zo. En het ziet er nu nog een beetje gek uit, maar ik kan hem dus een beetje terug gaan brengen. Ik maak de appel weer rood, of eigenlijk die laag zet ik weer aan. En dan ziet het er nog niet eens zo heel slecht uit. Maar ik vind hem nog een beetje te fel. Daarvoor zet ik dus de dekking wat lager. Zoals je bij dit voorbeeld ziet, kun je nog het een en ander, het een en ander toevoegen aan effecten en aan uh, preciezere verbeteringen. Neem deze als voorbeeld. En dan zou ik zeggen: dit is het hele effect, dus veel plezier ermee, veel succes.